De weersverwachtingen voor aanstaande zaterdag zijn in ieder geval beter dan vandaag. Want aanstaande zaterdag is het zover. De wandeltocht Hartstocht van de Hartstichting. En Jannie van der Loos die doet mee om geld op te halen voor de stichting. Ja, ik ben een fervent wandelaar. Ik wandel echt heel graag en ook best wel veel. En ik houd heel erg veel van dit mooie eiland. En dit is ook een mooi gebied om te lopen. Dus dat was eigenlijk dat gaf eigenlijk wel de doorslag. Ik vind het echt erg leuk om te wandelen. En nog leuker als het op mijn eigen eiland is. Ja, een wandeltocht die georganiseerd wordt door de Hartstichting. Dat is een nieuw fondsenwervend concept. Concepten, we hebben andere middelen om geld bijeen te brengen. Zoals door een collecte en door onze donateurs. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar we willen ook graag nieuwe concepten ontwikkelen. Net zoals deze hartstocht in de Biesbos die aanstaande zaterdag plaatsvindt. Tijdens de hartstocht kun je minimaal 5 of maximaal 25 kilometer wandelen. Jannie gaat met haar leeftijd van 69 jaar voor de 10 kilometer. Nou, dat is niet lang. Dat is zo'n fijn weekendafstandje. En ik wandel nog met iemand die ik een beetje oppervlakkig ken, maar waarvan ik wel weet dat ze ook wandelt. En we hadden gekozen, eerlijk gezegd, ook meer om het tijdsbestek om naar 10 kilometer dan te lopen. Want 20 of 25, daar draaien we onze hand ook niet voor om, hoor. Nee? Nee. Loop mee een keer. Oh. Voor de wandeltocht door de Biesbos kun je je nog aanmelden. Meedoen kost 15 euro en gaat naar de Hartstichting.